zijn daar natuurlijk, hè, bemiddelen als een neutrale partij. Maar denkt u dat er echt oprecht naar jullie wordt geluisterd? Hoeveel invloed hebben jullie als Rode Kruis? Er zijn situaties in andere landen, conflicten, waar het is gelukt om... bijvoorbeeld Boko Haram heeft 300 schoolmeisjes ooit gegijzeld. En die zijn door facilitatie van de ICRC vrijgekomen. Dus er zijn voorbeelden. ICRC bezoekt ook gevangenen aan de Palestijnse en aan de Israëlische kant. Dus er is een vertrouwensband met alle, alle partijen. Nou ja, ook als ze niet... de kans lijkt klein dat dat op korte termijn gaat gebeuren. Maar wat jullie willen is natuurlijk, hè, dat ze vrijkomen. Wat jullie willen is natuurlijk ook gewoon überhaupt toegang krijgen tot ze. En om te weten hoe het met ze gaat. Wat hun situatie, hun toestand is op dit moment. Is dat... Wat krijgen jullie te horen als jullie pogingen daartoe doen? Wat zeggen ze dan tegen jullie, begin, die partijen waarmee jullie praten? Ja, aan het begin van de week was het überhaupt nog niet mogelijk om contacten te krijgen met alle partijen. En nu weten we dat het contact er is. De oproep is alle gijzelaars vrij te laten. Maar vooral, we weten dat er kinderen zijn, dat er moeders met kinderen onder de gijzelaars zijn, dat er waarschijnlijk gijzelaars gewond zijn geraakt. Ja. Dus we willen heel graag toegang om te kunnen kijken hoe het met hen gaat en ook hun families te kunnen informeren over hoe het met hen gaat. Ja.